Kees, wanneer ben je geboren? Ik ben geboren in 1934. En waar ben je geboren? Ik ben geboren in wat heette de Notenboomstraat. En dat was in het gebied wat later is afgebroken om daar de tankgracht te maken in Den Haag. Notenboomstraat. Een klein appartementje waar mijn vader woonde met zijn vrouw. En één oudste kind. Die kwam er dus bij. Samen met mijn tweelingzusje, want ik ben een tweeling. En toen werd het appartementje al te klein. We zijn daar na een jaar zijn we daar weggegaan. Uit de Notenboomstraat naar de Laan van Poot. En toen een hele lange cirkel. Waar ik nu woon is onder de notenbomen aan de Asinkdijk in Almen. Kan je vertellen wat je eerste ervaring was met die Duitsers die opeens in Den Haag waren? Nou, ik herinner vooral paarden. Die Duitsers waren in de houtrusthallen, die hadden daar honderden paarden gestald. En hier liepen ook langs, door de Laan van Poot, liepen al die paarden naar daarachter bij Kijkduin. Daar waren weiden en dan konden die paarden daar grazen. En die trokken ook karren en zo. Dat hadden Duitsers nog wel. Ze hadden natuurlijk ook wel auto's en tanks en dingen op wielen en zo. Maar ook paarden. Maar ook troepen. Die troepen liepen dan door, liepen ook bij ons door de straat. En ik kwam een keer uit school. En een uur, drie 's middags. En toen hoorde ik ze aankomen lopen met die schoenen met van die stukken ijzer erop. Klonk erg hard, klonk dat. En dan kwamen ze aanlopen, een rotte van 6. Zingend, zongen allemaal. Want ze dachten, dit is de Friese vrolijke krieg. He? Wij zullen wel even snel Europa veroveren. En dan zijn we van die pestkoppen af die ons in de oorlog van de Eerste Wereldoorlog zo zwaar gestraft hebben. Dat we helemaal niks meer konden. En nu gaan wij eens een keer. En we zullen Engeland wel. En wat zongen ze dan? Und wir fahren. Gegen Engeland. Dat zongen ze, hè? Dan zullen we wel even daar flink. En ik hoorde ze aankomen dat dit soort liederen zongen ze. En dat, met dat afgebeten Duits. Ik kende geen Duits, maar het klonk voor mij klonk een beetje agressief eigenlijk. En dan had je ook lieve liedjes van meisjes die op de heide woonden en zo. En dat kenden wij onder de naam van. Misschien ken je het liedje. Blonde Mientje heeft een hart van prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. Dat zongen wij als Nederlanders, hè? En de Duitsers hadden dat anders. Die zongen dan, dat klonk op zijn Duits. En dat zongen ze dan. Auf de Heide blüht ein kleines Blumelein. Und das heißt Erika. Nou. En die jongens die liepen door de straat en een van die soldaten die wenkte mij. En dat was een oude meneer, een soldaat, weet ik wat. En ik ging dus meelopen met die soldaten. En die gingen door met zingen en die vonden het wel leuk, zo'n ventje. En die streken met de hand boven mijn hoofd en gaven me een stukje chocola of zo. Of ze wilden een Duits petje op de kop zetten. Nou, dat hoefde er niet voor mij. Maar de chocola wel, die vond ik lekker. En ik liep een half kilometer met ze mee en toen ging ik weer naar huis. En de Duitse song ging verder over Erika zingend, ging ze verder naar het westen, geloof ik. En ik naar huis. En wie komt er aan fietsen van school met zijn schooltassen en mijn vader. En die ziet me daar aankomen met een beetje bruine spul onder mijn lippen. En die zei, wat heb jij? Ik heb een stuk chocola. Waar hebben we dat vandaan? Of van die mannen gekregen, die soldaten die hier rondliepen. Weet je wat voor mensen dat zijn, zei hij. Ga maar eens even mee naar boven. En wij moesten de trap op. Hij had daar de studeerkamer. Een heel deftige kamer waar je alleen maar mocht komen als je op je sodemieter kreeg van je vader. En dan ga je maar even zitten. Ben je nou helemaal donder? Dat zijn onze vijanden. Daar heb jij helemaal niks mee te maken, daar moet je ver van blijven, want die hebben ons land veroverd en die hebben hier niks te zoeken. En misschien snap je dat allemaal nog niet, als je zo klein als je bent, maar als je dat nog één keer zoet, dan zwaarder was. Denk erom. Heb je dat goed begrepen? Ja, papa. Nou. Was je wel eens bang? Ja. In die begintijd dan, hè? Dus tot 42. Die angst in de oorlog liep langzaam op. In 1940 was het. Je merkte haast niks van die Duitsers. Ja, er liepen soldaten.
Toen was ik nog niet echt bang. Ik werd pas bang in 42, 43. En waarom werd u bang? Nou ja, omdat er toen de luchtmacht van de geallieerden was sterker dan de Duitsers. De Duitsers waren niet geslaagd om Engeland te veroveren. Die voeren niet meer naar Engeland. Dus de Engelsen kregen de kans en de Amerikanen om te bombarderen in Duitsland. Die gingen Duitse stellingen en zelfs steden bombarderen. En dan kwamen ze terug en dan werden ze door de vlak. Weet je wat vlak is? Nou, het is de afweergeschut van Duitsers. Door de vlak in Den Haag werden ze beschoten. Maar die hadden soms nog bommen aan boord of andere dingen die ze niet gegooid hadden. En die dachten, die gooien mooi in zee voordat we naar Engeland verder vliegen. Want dan kunnen we harder vliegen omdat we minder gewicht hebben. Dus die wilden die bommen ook nog in Den Haag laten vallen of in de zee laten vallen. Maar het waren zo zenuwachtig dat ze soms de klep te vroeg opentrokken. Waardoor ook nog wel bommen in Den Haag neervielen. Maar de Duitsers schoten erop. En mijn vader was in school, ik was thuis. Ik weet niet waarom, want misschien was het vakantie, dat weet ik niet. Maar ik was thuis met mijn moeder en wij stonden voor het raam. Ik kan het niet voordoen, maar ik zou hier voor het raam kunnen staan. En we keken dus naar buiten en we zagen dus die vliegtuigen overvliegen. En we hoorden het geluid van het afweergeschut van die Duitsers. En mijn moeder zei, het is toch een beetje link. Laten we maar onder de trap gaan zitten. Want in de oorlog ga je, als het moeilijk wordt, als het gevaarlijk wordt, ga je onder de trap zitten. Omdat je daar minste kans hebt om een steen op je kop te krijgen. Want dat beschermt je tegen stukken van het huis die naar beneden vallen. En mijn moeder heeft nog de deurknop van het huis in de hand. Om de deur in, en dan wam! Sloeg een granaat, die sloeg naar binnen in de voorkamer. En het stuk van het tapijt was kapot, met vloerbewerking. En gordijnen waren natuurlijk kapot. En één scherf ging in dit schilderij, wat hier toevallig hangt. Het schip van een schip wat op de IJsselmeer vaart ergens. Daar zat een gat in. Nou, toen zijn we dus eigenlijk al voor de eerste keer aan de dood ontsnapt. Dat was bang. De eerste keer bang. Die Atlantikwal die wordt gebouwd. Ja. Kan je daar wel wat over vertellen? Nou, het hele stuk werd dus afgebroken. Hè, wat de Zegbroeklaan nu is, dat hele stuk. En al die huizen die verdwenen. En toen kwamen de dreklijns. En die maakten dus die tankval, die gracht. En daaromheen werden allemaal betonnen blokken neergezet. En bewapening in de vorm van ijzeren haken en blokken en zo. Dat die tanks, waarvan de Duitsers dachten dat ze zouden kunnen landen in de duinen. Dat die dan via de Vogelwijk, die nog bestond, in de stad Den Haag zouden kunnen komen. En daar was die tankval voor bedoeld. En je weet dat het liep helemaal van Bordeaux tot het noorden van Noorwegen. Een hele lange linie van wat toen gebruikelijk was om de kustlijn van heel Europa te beschermen. En de mensen die daarachter woonden, zeg maar tussen die tankval en de duinen, die woonden dus in de Vogelwijk en in Scheveningen, Duindorp ook, die moesten weg. Want daar, dat was oorlogsgebied, dan moest gevochten worden als de Amerikanen of Engelsen toch zouden komen. Dus wij moesten er ook weg. En dan kreeg je een briefje en daar stond dan in, het briefje heb ik nog. En in kort van, u moet op 31, op die datum moet u uit uw huis zijn. En dat moet zo en zo en zo en zo gebeuren. En we zullen zorgen dat u een ander adres krijgt. Daar hoef je niks voor te doen. We kregen een huis aangewezen in de Steffensonstraat. Dat is vlak achter de Laan van Meerdervoort, bij het Valkenbosplein. En hoeveel tijd had je om weg te gaan? Nou, ik denk, dat weet ik niet precies, ik denk 2 maanden of zo. Wat los is, mag je meenemen, is je meubilair. Maar de kachels en de keuken en de elektriciteit en al dat soort dingen moest blijven. Al die dingen die het huis bewoonbaar hielden, zodat ook Duitsers erin zouden kunnen wonen voor bezetting, dat moest allemaal blijven. En je mocht 1 extra kachel, als je dus een kachel te weinig had in je nieuwe huis, en je had genoeg kachels in het oude huis, dan mocht je ook een kachel meenemen. U komt te wonen en wat voor buren had u? Nou, we merken wel gauw dat op de ramen van de buren op nummer 30 hingen NSB plakaten.
voor de winterhulp en zo. En maar dat stond dan, hè, en wij zeiden dan, geen knoop van mijn gulp voor de winterhulp, zei wij. En dat was, de winterhulp was de daar kon je voor collecteren en dan werden arme mensen in de oorlog werden daarmee verrijkt en werd dan uitgereikt aan arme mensen, de winterhulp. Dus dat was een NSB-achtige collecte. Dus wij wisten dat het NSB'ers waren. Aan de andere kant waren andere mensen die, waarvan de jongens in het verzet zaten, wisten we ook. En ja, dat waren onze buren. Aan de overkant woonden Joodse mensen, wisten we toen. Dus ze zaten wel toen midden in de oorlog eigenlijk. Alle partijen zaten dus op 100 of 20 meter van elkaar af. Vanaf het midden van de oorlog, ongeveer een beetje de periode tot aan 44, om het maar zo te zeggen. Kunt u dat nog, weet u nog goed wat er toen gebeurde? Nou, toen werden dingen al schaarser. Hè? Ik heb je gezegd, in de oorlog zijn een paar dingen belangrijk. Wat ik niet goed zag, was onrecht. Het arresteren van mensen die een Joodse achtergrond hadden. Dat is onrecht, zonder vorm van proces. Dat gebeurde dus al. En dan mijn vaders collega verdwenen dus. Adres onbekend. Onrecht. En vooral onzekerheid neemt toe. Er kan een bom op je huis vallen. Je kan plotseling gearresteerd worden en naar Duitsland worden gebracht om daar te werken. Als man. Je kan als vrouw ook meegenomen worden voor weet ik wat. Daar is geen recht, alleen oorlogsrecht. En dat is alleen wat de bezetter zijn recht noemt. Dus onzekerheid, onrecht, angst. Die angst neemt dan al toe in 1942 bij de mensen. Want die Duitsers zijn toch niet zo, dat is toch niet zo aardig. En dat voelen de mensen wel. Ook angst dat de oorlog naar ons toe komt, de gevechten. En als laatste, dat begint dan scherp te voelen bij alle Nederlanders, de schaarste. De Duitsers hadden natuurlijk zelf geen koper, dus die konden geen koper uit Chili krijgen, om het een land te noemen. Dus iedereen moest zijn koperen spullen, hier zie je die kan, en nog een paar andere, moest inleveren. En mijn goede vader die had in de bosjes van Poot, onder een boom, had hij alle koper die hij in huis had, had hij met een schop begraven onder de grond. Dan dacht ik, nou dat zit daar goed, na de oorlog dan kan ik dat weer opgraven. Dus die was al bezig om zich in te dekken. Alleen later kon hij de plek niet meer terugvinden, dus heeft hij nooit teruggevonden. Maar toen moest je al dekens inleveren, je moet fietsen inleveren. Ja, schoeisel ook. Voor de soldaten, die hadden te weinig, dus alles moest ingeleverd worden. In de kelder hadden we een radio die we natuurlijk al lang hadden moeten inleveren, die hielden we. En dan kon mijn vader Engeland luisteren en zo. En hij had een grote kaart met van die punaises. Je kon de Duitse troepen en dat allemaal kon via de Radio Oranje kon je dus zien waar de geallieerde troepen waren in 43 al. Want die waren toen al in Italië. En dan kwamen ze aan de deur om die spullen, die dekens en die lakens en die kostuums en zo op te halen. En dan zei mijn vader, nou, ik heb toch de indruk dat die oorlog niet helemaal goed gaat, want Stalingrad ging toch nog niet zo best. En daar had je nog jullie generaal, weet ik, van Paulus, ja, die zei van, hoende, was je eeuwig leven? Zei hij tegen de Duitse soldaten in Stalingrad. Nou, zo'n generaal hadden jullie en die kerels die hadden het al heel moeilijk. Dat kan niet zo lang zo doorgaan, dan gaat een keer mis. Goed, er is schaarste. Schaarste aan brandstof. Ja. Wat doe je dan als gezin? Je moet gewoon gevecht om hout en om eten. Dat was het hele leven. En mijn opa die had op zo'n verjaardag dan had een zak met aardappelen, 60 kilo gestolen ergens. En die had 100 gulden neergelegd op de plaats waar hij gestolen had, met een steen erop. Die zei dat moet. Iemand heeft die aardappelen geproduceerd, daar moet je voor betalen. En dat moet je niet stelen. En dan hadden ze een hele discussie of dat nou 100 gulden moest zijn, of 200 gulden, of misschien helemaal niks. Want dat was een vuile zwart hardelaar die dat had neergezet. Dat soort verhalen, daar ging je dus, ja. Zie maar dat je iets. En dan had je hongertochten. Mijn moeder ging dan met de fiets naar Annapolona. Mijn vader ging met de fiets. En dan kwamen ze terug. En dan waren ze bij de brug in Rijswijk, hoe heet die brug? De
Nou. Hoornbrug. Hoornbrug. De Hoornbrug. Nou, halt! Keken de Duitsers in de fietstassen. Twee broden en een beetje peulvruchten inleveren. En dan kwam moeder huilend thuis. Dan had ze 2 dagen gereden en wat lakens en wat geld uitgegeven om dat te eten te krijgen. En dat was dan mislukt. Nou, moet je het nog eens proberen. Gingen jullie nog naar school in die tijd? Ja, maar 2 dagen in de week en dan moest je heel veel dikke kleren aandoen. Want er was niet verwarmd, er was geen verwarming op die scholen. Wat voor klas zat u? Ik zat toen op de Sederstraat, de school in de Sederstraat. En ik denk dat ik toen in de 3e of 4e klas lagere school zat. En waren het allemaal goede Nederlanders, om het maar zo te zeggen? Mensen die tegen Duitsland waren? Nee, er zaten natuurlijk ook NSB'ers op de scholen. Tuurlijk, ze zaten overal. En hoe merkte u dat? Ja, dat is van uniform aan van de Jeugdstorm. Van de Hitlerjugend van de NSB. En sprak u wel met die jongens of die meisjes? Niet veel. Alleen bij Dolle Dinsdag toen. Maar dat is dan helemaal. Ook in september 1944. Toen gingen ze pakken. Toen durfden we wel. En toen kregen de NSB'ers de zenuwen. En dacht, oh jee, nu komen ze straks de Rijn over en dan zijn wij de klos. En die kozen het Hazenpad. Het Hazenpad is de snelweg toen van Nederland naar Duitsland. En met karretjes en met ik wat ze hadden, probeerden ze te ontsnappen. Want ze dachten, als die oorlog afgelopen is, zijn wij de foute peer natuurlijk. Want wij collaboreerden met de Duitsers. En die Ernst Rob, die zat nog op school. En toen trok hem maar zijn jas en duwde hem een beetje, ook van achteren en zo. Hij zei, nou ben je de lul, jongen. Dan zei hij, nu zijn wij aan de beurt en nu is het afgelopen met jullie gehul met de Duitsers. En je gaat een kamp in of zo, dat weten we niet, maar het is afgelopen. En hij kwaad. Maar toen bleek dat een paar dagen later dat die slag om Arnhem verloren was. En dat Duitsers erin geslaagd waren om dat bruggenhoofd van de Rijn te houden. En dat er dus geen opmars was van Amerikaanse troepen in Gelderland verder. En toen kwam Ernst Rob, heette die kwam dus binnen. Die kwam dus weer naar school en die zei, nou, je ziet, ik ben er gewoon weer. En die oorlog is nog niet afgelopen en we gaan gewoon door. Zoiets. En toen waren wij wel wat stiller. En die zeiden, ik zal wel zorgen dat jullie vaders allemaal in de gevangenis komen. Want je hebt mij zitten pesten en mijn vader is belangrijk bij de NSB. En die weet precies jullie vaders wel te vinden. Dus zeg maar tegen ze dat ze opgepakt kunnen worden. Nou, bij een huis, bang. En ik dacht, oh jee. En een paar dagen was hij toch verdwenen. En toen waren ze toch ondergedoken of zo. Maar dat soort spanningen had je natuurlijk wel met kinderen die niet tegen de Duitsers waren. U zat nog op school die tijd, maar toch ging dat veranderen. Uw situatie ging veranderen. Ja, mijn vader was dus heel bang. Die dacht, dat gaat mis. Die kinderen die gaan dood van honger straks. En we moeten zien dat we die kinderen ergens anders onderbrengen, waar ze wel te eten kunnen krijgen. En hij was van de CAU, vertel ik. Hij was kerksman. Hij had vrienden die dominee waren. En een dominee uit Den Haag belt dus naar een dominee op het eiland Rozenburg bij Rotterdam. Of ze misschien een meisje van 10 jaar kunnen opnemen die heel mager is en dreigt uit te hongeren verder. Dus, en dat lukt. Die dominee vraagt dat. En er zijn boeren op Rozenburg die zeggen, laat dat kind maar hier komen. En dat was mijn zusje Lisbeth. Die is dus toen in december... In 1944 door mijn moeder, denk ik, met de fiets naar Rozenburg gebracht. Dus ongeveer 40 kilometer. En bij die boeren afgeleverd. Nou, dat was een hele overgang natuurlijk. En toen hebben ze eind januari ook voor mij een plaats gevraagd. En dat is ook gelukt. En toen ben ook ik dus naar datzelfde eiland gegaan. En ik kwam dus terecht bij een familie van boerenarbeiders. En
Nou, groot gezin, waar alle meiden die werkten dus als meid bij de boeren, waar mijn zusje in huis zat, als het ware. En die jongens werkten dus als knecht bij mijn boerenbedrijf, om koeien te melken en te plogen enzovoort. En zo ben ik dus ook op Rozenburg terechtgekomen. En daar kreeg ik genoeg te eten. Op de eerste dag al. Ik heb al een hele goede tijd gehad op het eiland. 4 maanden en ik mocht elke dag de big voeren. Ze hadden een biggetje. En ik mocht mee met die boeren om te ploegen. En ik mocht op die Zeeuwse paarden rijden die ze hadden. En ik ging daar helemaal op. Ik vond het fantastisch. Ik had klompen, tweedehands klompen. En dan liep ik mee naar school. Ik leerde de taal kennen. Ik kende het begin niet natuurlijk. Dus ik vond het heerlijk om daar te zijn. En plotseling kwam het dus toch het bericht dat het afgelopen was, de oorlog. En toen, Hoe hoorde u dat? De buurman, die heette Kistenmaker, die woonde aan de overkant, weet ik nog wel, heette Kistenmaker. En die kwam het vertellen. En Anna, de vrouw waarbij in huis woonde, en die zei, ja, Kees, ga jij maar een vlaggenstok kopen. En hij gaf me een tientje en dan moest ik naar het dorp rijden en dan zo'n korte vlaggenstok kopen waar je een klein vlag aan kon hangen, want die hadden ze niet. En toen ging ik daar naartoe en dat was wel feest. En toen de vlag uitgehangen. En s'avonds de moffelhoeren nog even kaal geschoren, heb ik ook nog gezien. En dat was het eind van de oorlog. En een feestje natuurlijk een tijdje. U mag naar huis dan, de oorlog is voorbij, ja. Denk ik. Dus weet u nog hoe u thuis kwam? Nou, ik denk met de fiets gewoon. Mijn vader me met de fiets opgehaald heeft. En zo kwam ik in Den Haag. Maar ik vond het niet leuk, ik wou gewoon blijven. Want, dat is leuk. Die mensen, die boerenarbeiders, waar mijn andere grootvader zo voor vocht in de SDAP, hè, dat waren hele aardige en hele warme mensen. En die namen me als een broertje, als een klein broertje, en ik was natuurlijk wel de jongste, op. En de vrouwen die daar zaten en de meiden, die waren die 16, 18, 20, hè, die zorgden voor mij, die waren aardig en maakten grapjes met mij. Ik maakte een grapje met hun, ik ging op hun werk kijken en ik hoorde er helemaal bij. En dat was in Den Haag ook wel zo, maar er was toch meer afstand tussen mijn ouders en mij. Een beetje kouder zou ik kunnen zeggen dan op Rozenburg. Ik ondervond bij die eenvoudige mensen, die niet meer hadden een lagere school, allemaal. En eigenlijk onderaan de maatschappelijke ladder stonden. Ondervond ik meer warmte en liefde ook dan in Den Haag. Zeker van mijn vader, die zei, je moet goede cijfers op school halen en dat is belangrijk. En wat er verder gebeurde, vond hij ook belangrijk, maar dat zei hij in ieder geval niet. Dus, en ik vond het werken met die beesten en op het land met die koeien en met die paarden bezig zijn, vond ik fantastisch. Was allemaal nog. Dus ploeg te doen met paarden, van die Belgische paarden. Nou, dat soort dingen. Dat vond ik geweldig om daarbij te zijn en mee te doen. Dus, had u heimwee? Ja. Ik ging ook, elk jaar ging ik ook terug. Om die mensen te ontmoeten. En dat heeft tot 2 jaar geleden geduurd. Want ik ben nu 87, bijna. En de laatste van die familie was 94. Die is dus een paar jaar geleden dood gegaan. En al die jaren ben ik dus bijna elk jaar er naartoe gegaan.